filmpje wou eventjes op de vlog, lieve vrienden. Dus ja, het zijn een paar giechelbekjes en lachenbekjes. Ja. Daar ligt de kustwacht. Dag, auto. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we leven vandaag op woensdag 19 augustus om 12:24 en loopt er hier eentje alweer te brullen. Mevrouwtje schiet op, ik heb honger, maar dat moet nog even wachten. Want eerst maak Rijke uit en meteen, zometeen, ja, komt Rebecca al. Dus ja, ik moet opschieten en waarom ik ook laat ben, nou, ik heb vannacht geen ogen dicht gedaan. Ik viel ongeveer om 7:30 pas in slaap. Ik lag al op bed hoor, ja. Maar slapen was er niet bij. Ik kon gewoon niet slapen. Ik lag me te woelen en te draaien en te doen en te muizenissen en te, ja. Gewoon niet leuk meer. Nee, dat ik ben nu nog back af. Ja, van mezelf. Ja, meisje. Nou. 1, 2. Laat mijn blouseje los. Zo, kijk dan. Hallo allemaal. Hé? Hoe spinnenkoppie? Hoe spinnenkoppie? Hé? Spinnen. Ja, maar in ieder geval, ja, ik ga dus even snel met Rijka eruit en wat de dag ons brengen gaat, weet ik ook niet. Ik moet nog een brief schrijven, ik moet nog wegbrengen, ik moet nog dingen zien te sporen, want er zijn een paar dingen, ja, ik heb niet veel meer van kleding en dat is wel mijn ondergoed. Dat moet men aanschaffen, ja. Onderbroekjes, slipjes of strings of wat dan ook. Net wat men draagt. En voor de dames, BH's. En dan is het ook maar net wat voor BH draag je. Nou ja, en dat vind ik allemaal dingen. Dat vind ik privé. Dat laat ik ook niet zien wat ik exact draag. Nee. Wel een beetje, hè, met bandjes of wat dan ook. Maar ik heb daar niet veel meer van. En kom verder allemaal wel goed. Ik zou zeggen, geniet van je dag. Het is vandaag weer ontzettend warm ook, want het, bij de poorten is het alweer over de 30. En ik meende dat het 24 graden al was buiten. Dus ja, daarom lekker luchtig weer. En ik zou zeggen, tot strakjes maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, Rebecca is alweer naar huis en ik ga me klaarmaken om weg te gaan. Rijke gaat lekker even mee. En ook gaan jullie mee, want ik ga weer even naar de bekende winkel met de 3D erop. En wat het voortellen moet, ik weet het nog steeds niet, maar het is wel mooi. Dus ja, dan gaan we weer even filmen natuurlijk, uiteraard. Het is wel warm en benauwd. Maar ik zal rijwind hebben. En ik weet niet hoe de rijwind is. Nee. Dus ik doe dat dunne jasje wel aan. Is het al te warm? Ik begin even met de mouwen omhoog te doen. En daarna kan die ook desnoods nog uit en in mijn mandje. Ik moet de tas nog even pakken om boodschappen. Dus, ja, want ja, ik doe boodschappen. Ja, maar niet de boodschappen om op te eten. Nee, nou andere boodschappen. Moet ook mee. Ja. Dus, Ewen die zit daar. Ik heb de deur open, kan ze naar boven toe. Dus, dat is allemaal geregeld voor haar. Het gaat erbij liggen. Lieve hopie. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei! Ja, ja, daar zijn de dames. En wie ben jij? Isa. Isa, en jij? Ik ben Danique. Danique, en wie ben jij? Kaylee.
Justin. Justin, oh, wauw, mooi naam. Maar in ieder geval, ja, dit groepje wou eventjes op de vlog, lieve vrienden. Dus ja, het zijn een paar giechelbekjes en lachenbekjes, et cetera. Maar dat is hartstikke leuk. Maar dan wil ik wel hebben dat jullie je eigen allemaal abonneren op mijn YouTube kanaal. Zij weten hem al, dus zij stuurt het wel helemaal door. Ja. En ja, maak reclame, zou ik zo zeggen. Ja. Ja. He, dat deze lieve heks op YouTube zit. Ja. En Rijka die hek dus mee, zoals jullie zien, maar dat wisten jullie al. Ja. Hé, Rijka? Ga je weer mee, dame? Ze vindt het als interessant. Ja, maar dat vinden alle dieren, hè? Oh, ja. Alle dieren vinden altijd alle dingen waar ze misschien in zouden kunnen kruipen interessant. Rijka? Nee, niet eromheen. Zo. Nou, ik zou zeggen, lieve mensen, ik spreek en zie jullie wel weer. Ja. Ja, toch? Ik zou zeggen, doei! Doei! Nou, hij heeft weer een heel eind erbij gedaan. Er zit natuurlijk ook heel veel werk in. Die bukte, die denkt dat ik aan foto's maken ben, maar nee. Of hij wilde niet erop. Maar ja, dan heeft hij pech. Iedereen die voor mijn camera loopt, die heeft pech. Simpel. Maar ik ben toch ook hoog, dacht ik. Ja, zo lang zijn de mensen niet. Nee. Maar het is grandioos hoe het gaat worden. Je ziet ook echt die diepte erin, hè? Ja. Het heet ook niet voor niks 3D. Ik ben benieuwd hoe en wat. Ik zie zelf nog steeds niet wat het voorstellen moet, maar oké. Dat doet er niet toe. Als jullie enig idee hebben hoe wat het voor moet gaan stellen, zet het er maar gewoon er even eronder. Ja, eronder neerzetten. Ja. Zou ik fijn vinden. Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later maar weer. We houden jullie wel op de hoogte van de reilen en zeilen van deze 3D. Rijka. Kiekeboe. Rijka. Kiemekiemekiemekiem. Hey. Hoi. Ja, ik wil eraf, zeg maar. Maar ja, we zijn dus weer op de dijk beland. Ja. Hoe mooi is het hier, hè? Even lekker ingezoomd. Kan je alles bekijken wat er op zee gebeurt. En natuurlijk uiteraard het kerktorentje zie je in de verre verte. Er komt nog een boot aan. Moet ik even zoeken, daar. En daar komt nog een kreng aan, zo'n grote hiekel. Er komt meer aan. Ja, er komt nog een klein gevalletje aan. Vogels waren over het water. En ik hoop dat jullie me kunnen horen. En Rijker zit ook niet stil op de booster. Wat is die super mooi? Ja. Dat is niet goed. Kom eens hier, ben je oren door. Zo. Hé?
Ja, zo. En dus. Ja, ik denk nog eventjes over de dijk. En dan weer naar huis. Thuis ook nog en nog te doen. Hé, Rijka. Ja, en ook die moet eruit. Hé, ja. Moet je even lopen. Mag hoor. Gaan we even via die kant op. Eens even los. Ja, gaan we even doen. Strak plan. En dan pak ik de camera er misschien nog wel weer even bij. Nou, dan zijn we weer bij dat grote kreng aanbeland. En ik rijd er eventjes gewoon al langs, terwijl er ook wel hekken ertussen zijn. En verkeer ervoor langs gaat. Maar dan zie je toch dat zo'n kleine borentoren nog ook wel groot is. En vooral de hoogte in ook, hè. Kustwacht. Dag auto. Ja. Het is toch wel flink hier. Lekker groot hier. Maar daar komt de grote jongen aan. Kijk, en dat is de helikopter, dat ding. Om daar te landen. Zo dan. Dan kon je van de week aan de andere kant niet zien. Nee. En duikertjes hangen daar. Ja, gaaf. Maar ik sluit er dan weer een auto aan. Nou, ik dacht dat ik neem jullie eventjes mee naar de haven waar de vissersbootjes aanmeren. Ja, er is nou niet veel te bezichtigen, niet veel te zien. Dan een paar bootjes die stil zijn. Kijk, hier staat hij lekker verkeerd. Daar is er ook nog een. En verder, ja, niet veel. En als ik hier ga rijden, ja, dan is het hakketakke, boem, 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 boem. En dan worden we zeeziek. Op de weg, ja. Daar verderop weg er nog heen. Dus ik zal even toch een stukje rijden naar die boot toe. Ik zag daar net een lopen. Zeejuliet. Zeejuliet. Ja, ja. Wat voor een boot is dit? Meneer? Wat voor een boot is dit? Wat voor een boot is dit? Zeecontractor. Zeecontractor. Oh. Ja, want het is geen vissersboot. Geen vissersboot. Want er staat wat anders op dat ding. Ja, ze zien nog wat, hè. Ja. Nou, daar zit nog wel een vissersbootje leggen. Thank you.
dat legt dus gewoon thuis. Ja. Nou, en dan zullen we maar weer langzamerhand richting huis gaan. En Rijka die zit er zelf in de knoei, ook om te lachen. Ja. Goed zo. Komt u maar. Goed zo. Ja, we gaan zo naar de andere kant. En dus ja, ik vind het toch wel bijzonder dat ik dit jullie kan laten zien. Ja, nou lieve vrienden, ik zou zeggen, ik heb jullie weer het een en ander van Den Helder laten zien. En ik hoop dat jullie dat zeer waarderen van mij en van Rijka natuurlijk. Want ja, Rijka mogen we niet vergeten, die gaat mee als het enigszins kan. Hè, Rijka? Dus, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik ben back af. En ik heb mijn sleuteltje gevonden. Hoe ik dan weg was, er zat gelukkig nog een reservesleuteltje. En de bossleutels die van mijn mannetje is geweest. Die ik zomers altijd gebruik. Maar waarvoor vond ik hem nou? Zaterdag heb ik boodschappen gedaan. En toen had ik ze in mijn tas gedaan. Ja. Dus ja. Was ik helemaal glad vergeten. Mijn haar is lekker door de war, of valt het mee? Ja, valt mee, ja. Maar ik heb ook in de volle wind gereden en het is warm en het is benauwd. En er is zo dat er gaat niks aan, het is weer triest, het is bewolkt. Ja, wat, het is van alles en nog wel een beetje tegelijk. Nou ja, Meren die kwam ik vanochtend nog tegen met Jaap, haar vriend. Een vriend, weet ik hoe ik dat noemen moet bij haar. Maar in ieder geval, Rebecca was hier al, dus ik had haast. Ik zei, maar hij is al verzorgster. Ik zei, maar ik spreek je wel. Ik zeg, laat me maar weten wanneer ik je weer bel kan, wanneer je thuis bent. Ik zei, maar ik moet zelf vanmiddag ook nog weg. Oké. Ja, moet ook gebeuren. Ja. Nou, en dat, ik heb alles en nog wat. Ik zit allemaal hierin. Dus ja, toppie. Geweldig. Dus dat ga ik straks allemaal even opruimen en dat moet naar boven toe. Even opvouwen, stikketjes eraf halen. En dan gewoon weer in die tas. Ik heb vanaf zo, ben je naar boven. En ik zal nou eerst een bakje koffie gaan maken en dan zal ik Mary terugbellen, want die heeft gebeld. Dus ja, een hoop te doen en ik moet Rijka ook weer uitlaten zometeen. Maar ik ga eerst even een lekkere bakje koffie ga ik van genieten. En dan komt het allemaal wel weer goed. En ik hoop dat ik jullie ook heb laten genieten. Dat jullie hebben genoten van dit rietje. Ik had de koper wel niet mee, maar ik heb toch deze mee gehad. En toch het een en het ander weer even gezellig laten zien aan jullie. Dus ja, laat maar weten hieronder. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nog eventjes. Ja, en ook de jeugd die in deze vlog voorkomt. Jullie hebben hier wel netjes voorgesteld, maar dat is mij alweer rondom het schoten. Maar eventjes je eigen abonneren en op dat belletje drukken. Dat is allemaal toch weer goed. Ja! Dus laten we vrolijk zijn en blij zijn. Dan komt het allemaal weer oké. Okay. Ja, en dat Rutte gedoe. Niks van aantrekken. Gewoon je leven oppakken. Gewoon doorgaan met die banaan. Ja. En jullie zaten er trouwens gezellig bij hoor, op dat terrasje. Ja, toppie. Ja, heel gezellig. Als ik weer eens meer tijd heb, dan kom ik erbij zitten. Oké? Okay? Doen we. Maar jullie trakteren. Ja. Maar ik zou zeggen, geniet ze en tot later.